Want we hebben hier Chantal Deen van Om Verzekeringen hier aan tafel. Om heeft ons geholpen om dit festival te organiseren en om het mede mogelijk te maken. En daar willen we u hartelijk voor bedanken. Ik zeg alsjeblieft jij. Ja, sorry. Dat blijft lastig toch. Want wat brengt de OOM hier op het Kiescollege Festival? Ja, de Nederlanders in het buitenland, dat is onze doelgroep. Dus wij hebben zeker echt Nederlanders die voor langere tijd naar het buitenland gaan. Voor een ziektekostenverzekering onder andere. En als je naar het buitenland verhuist, waarom een Nederlandse verzekering? Nou, vaak wat er gebeurt als je gaat verhuizen naar het buitenland, dan schrijf je uit in Nederland. Dus dan vervalt je recht op de Nederlandse basisverzekering. Dan hangt het weer af van naar welk land je toe gaat. Of daar voorzieningen zijn. De meeste voorzieningen zijn toch niet zo goed als we die in Nederland gewend zijn. Dus wat wij hebben gedaan, dat doen we al jaren. Dus we stoelen onze dekking op die basisverzekering. En wat Nederlanders in het buitenland vooral heel fijn vinden, is als we naar de fysio kunnen. En als vrouwen naar een verloskundige kunnen. En dat zit allemaal in de dekking. Dus we kijken daarnaar. Dat is wat wij ook aanbieden. En dat is in de regel niet aanwezig als andere als Nederland? Vaak in andere landen of in mindere mate. Nou ja, jij woont zelf in Dubai. Daar is wel een verplichte verzekering. Maar de dekking is van 9 van de 10 keer is die beperkter. Ja. En jullie zijn in alle landen actief? Alle landen. Alle landen. Ja. Dus overal, ieder eiland. Oost-Timor tot aan Engeland. Ook daar. Daar is dan wel ook een lokale verzekering of een nationale verzekering. Maar ook die kent zijn uitdagingen waarin heel veel wachttijden zijn. En mensen toch weer een particuliere verzekering afsluiten. En de Nederlandse lettertjes, jongens, dat is gewoon heel fijn om te lezen. Ja. Hoe klein ze ook zijn. Ja. Wat onderscheidt u met in de verzekeringen van OOM met betrekking tot, ik weet niet, zijn er nog een hoop andere verzekeraars? Tuurlijk. Ja. We hebben Nederlandse concurrenten, maar ook buitenlandse concurrenten. Ik denk wat ons onderscheidt is dat ik ook persoonlijk, en ik ben het ook echt zelf, vaak aanschuif in het buitenland. Dus bij mensen zoals jij die in het buitenland woont en werkt, om gewoon echt te luisteren. Maar waar loop je nou tegenaan? Welke uitdaging heb je daar? En wat voor dekking zou je willen hebben? Want geen land is hetzelfde. Hè? Nou ja, in het land waar Kwek vandaan komt, daar is een full body scan elk jaar. Dat wil iedereen. Dus als jij daar op een gegeven moment woont, dan ga jij ook meelopen in die pas. En ik denk, dat wil ik ook. We gaan kijken, kunnen we die dekking ook per land gewoon beter maken en toespitsen op. Jij gaat naar Amerika, dan is deze dekking voor jou van toepassing. En zo leren wij ook, niet alleen over de dekkingen, maar ook eigenlijk hoe de hazen daar lopen. Het is verstandig om in Amerika niet gelijk naar een IR te gaan. Een eerste hulp, maar om beter naar een medical clinic te gaan. Dat soort dingen geven we dan ook mensen vooraf al mee. Dus wij zijn de expert. Dat is wat ons onderscheidt, denk ik. Ja, interessant. En hoeveel mensen in het buitenland zijn we u verzekerd? Ik denk zo rond, ik hoorde net al het getal. Ik dacht, we hebben nog heel wat te doen. Wij denken in Polen, daar is dat. Hè? Dus daar zitten meerdere mensen op. Ik denk zo'n 40.000 dat we daar wel op zitten. En een heel groot gedeelte zit in Europa, Amerika en Azië. En alles wat daar buiten valt. Dus dat zijn al meer mensen dan degene die succesvol een stem hebben kunnen uitbrengen voor de kiescollege. Precies, dat is ook al. Maar wij doen alles digitaal. Dus wie weet, we laten ons in helpen. Ja. Ja, gedeelde achterban daarin. Oké, veel dank.